Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we niet al te veel bewolking, boven Duitsland stapelwolken, wolken, maar we moeten onze blik richten op Engeland, daar zit veel bewolking en die bewolking trekt vanavond en vannacht over ons land. Dat betekent dat vanuit het westen de bewolking dus gaat toenemen, maar het blijft vanavond nog wel droog en het is ook nog lang rond of boven de 20 graden. In de nacht neemt de bewolking dus verder toe, minimaal dan tussen de 12 en de 14 graden en mogelijk valt er in de noordelijke provincies een uh, licht buitje. Ook morgenochtend kan in het noorden nog een spatje vallen. Maar die regen treedt snel weg. En daarna schijnt van tijd tot tijd de zon. Met de meeste zon in het zuiden. Het wordt 23 graden in het noorden. 26 à 27 in het zuiden. In de avonduren neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En ook in de nacht na zaterdag en zaterdagochtend vallen de enkele buien. Zaterdagmiddag gaat vanuit het westen de zon weer overal schijnen. Zondag ook geregeld zon. En dan slechts een enkele bui. En ook maandag slechts een enkel buitje en geregeld zon. Temperaturen 20 tot 25 graden. En later volgende week veel warmer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.